Een goede doorstroming van het verkeer is van vitaal belang voor de Rotterdamse haven. Het Rijk en het havenbedrijf Rotterdam investeren om die reden op verschillende manieren in optimale bereikbaarheid via de weg, het water en het spoor. De Callandbrug is een van de knelpunten die de komende jaren wordt aangepakt. De brug ligt in de gemeente Rotterdam bij Rozenburg en wordt gebruikt door wegverkeer en spoorwegverkeer. De Callandbrug is voor zeescheepvaart een belangrijke toegang van en naar de Brittanniehaven en opent daarom meerdere malen per dag. Deze stalen hefbrug uit 1969 nadert het einde van haar technische levensduur. De brug vormt tevens een toekomstig knelpunt. Door toenemend scheepvaartverkeer moet de brug vaker open, wat het tegelijkertijd toenemende treinverkeer hindert. Als oplossing heeft de staatssecretaris in 2015 definitief gekozen voor het Theemswegtracé. Dit houdt in dat de spoorweg vanaf de Moezelweg tot aan de Merseyweg wordt omgeleid via de Neckarweg en de Theemsweg. Treinen rijden dan niet meer over de Callandbrug en worden niet meer gehinderd door brugopeningen vanwege de zeescheepvaart. De huidige Callandbrug wordt gerenoveerd en blijft beschikbaar voor het wegverkeer. Het nieuwe spoor loopt oostelijk langs de windschermen op de Neckarweg en passeert twee boogbruggen. Om geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt het nieuwe spoortracé uitgevoerd met akoestische bekleding en opstaande randen. Deze zijn vanaf de bovenkant van de rails gemeten 1,70 meter hoog. Een ballastbed zorgt voor stabiliteit, vermindering van trillingen en demping van geluid. Het nieuwe tracé is ongeveer 4 kilometer lang en loopt over een verhoogd spoorviaduct. Ter hoogte van de A15 sluit het spoor weer aan op de bestaande spoorbaan. Door het nieuwe tracé wordt de capaciteit van het spoor aanzienlijk verhoogd. Wilt u meer informatie? Kijk op www.portofrotterdam.com/Theemswegtracé.